Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zaterdag 16 maart van Weerplaza. Het is voorlopig nog erg wisselvallig. Vandaag is de minst mooie dag. Op de satellietfoto zien we overwegend veel bewolking boven ons land. En ook natuurlijk als u naar buiten kijkt. Het is regenachtig en vandaag krijgen we de zon niet of nauwelijks te zien. Want een laagdrukgebied boven het zuiden van Schotland trekt naar het zuiden van Noorwegen. Zorgt ervoor dat we veel bewolking hebben. En regenstoringen die trekken dan van tijd tot tijd over ons land. Vanochtend hebben we ook met een gebied met regen te maken. Later vanochtend wordt het in het zuiden wat droger. De wind trekt aan. Het waait hard tot stormachtig aan zee. Windkracht 7 tot 8. Zware windstoten zijn vanmiddag en vanavond mogelijk. De regen die trekt wel geleidelijk aan weg. Vanmiddag wordt het rond een uur of 3 ook in Groningen droog. De temperatuur ligt dan tussen de 9 graden in Groningen en 12 in het zuiden van het land. Maar door de wind voelt het allemaal frisser aan. Morgen is het beter. Zon breekt nu en dan door. Kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 7 graden in Den Helder tot 9 in Limburg. Door de stevige westenwind voelt het allemaal frisser aan. Ook fris het op de maandag met hooguit 8 graden en een krachtige noordwestelijke wind. Er vallen verspreid over het land nog een paar buien. De zon breekt nu en dan ook door. Vanaf dinsdag blijft het een aantal dagen droog. De temperatuur gaat in de middag omhoog naar 11 tot 12 graden op de woensdag en de zon breekt door. Mijn naam is Diana Boei van Weerplaza.